Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag zijn we bij boerderij Heijerhof en ze hebben hier heuse struisvogels. Wil je nou alles weten over struisvogels? Blijf dan kijken! Als je hier zo aankomt lopen, zie je in één keer die imposante beesten met die lange stelten die ze hebben. Er zit ook gelukkig een hoog hek, want met een aanloopje kunnen ze tot wel 1,5 meter hoog springen. Zo hoog kom ik niet hoor. We staan hier vandaag naast Frank. Frank is onze struisvogeldeskundige, ofwel de ostrichman. Frank, dankjewel dat je hier mogen zijn. Ja. En die struisvogels, hoe komen die hier nou helemaal? Nou, de struisvogels komen hier. Ik ben in 1994 begonnen met de eerste struisvogels. Die kwamen uit Afrika. Dat is een leefgebied waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Oké, en dan zijn ze vanuit daar hierheen gekomen en nu heb je ze doorgefokt en nu zijn ze hier nog steeds. Dit zijn de jongeren van. Exact, ja. Het zijn de jongeren, nakomelingen van de eerste struisvogels waarmee ik begonnen ben. En zijn de struisvogels, ze zitten hier zo met z'n allen bij elkaar, zijn het nou groepsdieren of kuddedieren of blijven ze normaal alleen? Nou, struisvogels zijn echt kuddedieren. Ze leven op de steppen en de savannes in Afrika in kudde bij elkaar. Het zijn voornamelijk planteneters, ze leven van groen. Goede planten. Dus wat geven ze dan hier te eten? Hier krijgen ze heel veel luzerne bijgevoerd, dat is een gehakselde klaver. En natuurlijk ook onderhoudsbrok, 2 kilo per dag. Voor Per struisvogel? Per struisvogel, ja. Zo. Ja. En kunnen ze nou vliegen? Struisvogels kunnen niet vliegen, ze missen een vleugeldeel waarmee ze kunnen vliegen. En dat is maar goed ook, hè, want stel je voor dat zo'n struisvogel door de lucht gaat en hij laat wat vallen, dan wil je dat niet op je hoofd krijgen. En Frank, als ik zo kijk, dan zien ze er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Zit er nou een verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes? Ja, er is wel degelijk een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Hier in het hok zie je de mannen, die hebben een zwart verendek met een mooie rode snavel. En de vrouwtjes die zijn een beetje grijsbruin. Nou, dus daar kan je ze eigenlijk in? Daar kan je ze. En natuurlijk, ja, de mannen zijn mooier, hè, maar dat is altijd zo. Ja, dat is wel waar. Ja. En hoe komt het nou dat ze hier zo die kale billen hebben eigenlijk? Ja, ze zijn momenteel een beetje in de rui. En ook van het treien van de haan. Dat gaat soms wel een beetje met grof geweld, waardoor er wat veren verdwijnen. Is dat ook hoe ze de rangorde bepalen? Of? Ja, de pikorde ook wel, ja. Zeker. Ja. En ik kan me voorstellen dat zulke grote vogels ook grote eieren krijgen. Ja, exact. Hoe groot kunnen die eieren worden? Ja, ik kan ze even laten zien. Ja, ben benieuwd. Dit is nou een vers struisvogel. Wauw. Ja. Oh, deze is heel klein. Ja. Het weegt ongeveer een 1,5 kilo, zo'n ei. En dat is niet normaal. Overeen met een 25-30 kippen eieren qua inhoud. Dus je kunt er natuurlijk ook een lekker omelet van bakken. Kan hier een lekker eitje mee bakken, ja, inderdaad. Zeker, ja. Wel een grote pan nodig. En zijn het ook stevig eieren? Want het voelt echt als een, ja, als bijna een soort hockeybal, maar dan wel groter. Ja, ze zijn hartstikke stevig. De schaal is ongeveer een millimeter of 3 dik. Mm-hmm. Dus ja, je kunt erop gaan staan. Als je wilt, kunnen we testen. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, durf ja, je dat? Ja, ja, okay. Als het kan. Wel wat stro onder, hè? Ja, 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 goed. Ik doe hier altijd lekker dicht bij de struisvogels. Mm-hmm. Zodat als het misgaat, dan... Ik weet niet of jij één been op kan staan. Ik ga het eens even kijken. Je kunt je eigenlijk hier vastpakken. Oké. Okay. Dus pikken wel, hè? Ja, ja. Dus pas op. Oh, daar is het. Ik kan er nu op gaan staan. Je kunt er nu op gaan staan, ja. Zeker? Zeker weten. Wow! Ja, het is echt waar. Ja, zeker. Jee. En Frank, is eigenlijk nog een vogel groter dan de struisvogel? Nee, er is een paar geen grotere vogel dan de struisvogel. Want hoe groot kunnen ze worden? Ja, een metertje of 2,40 meter met de kop. Dan heb je wel echt de grootste, ja. En hoe zwaar worden ze dan? Ongeveer een 140 kilo. Ja. Gewoon bijna 2 keer een mens. Precies, ja. En die poten die zien ook sterk uit. Kunnen ze daar hard mee rennen? Struisvogels die halen een snelheid van ongeveer 60, 70 km per uur. Een hele dikke dijen. En dat is stevig gebouwd, waardoor ze een hele hoge snelheid kunnen halen. 70 km per uur, dat is gewoon bijna even snel als een auto. Exact, zo'n snelheid halen ze, ja. Zo te zien hebben ze honger. En voer je ze iedere dag op zo'n manier of is het... Nee, dat doen we alleen als ze een spul niet hebben. Nou, wil je ook een keer proberen? Ja, kom maar. Het gaat bijna altijd goed, dus... Bijna altijd? Ja, exact. Jeuk. Die ogen zijn ook gigantisch.
Eigenlijk zou ik ze wel van nog dichterbij willen zien. Zouden we misschien naar binnen kunnen? Of? Ja, we kunnen altijd naar binnen gaan. Maar zijn ze gevaarlijk? Struisvogels blijven gevaarlijke wilde dieren. Ja, met name de mannetjes kunnen wel eens trappen. Dus als je het aandurft. Zolang we niet worden opgegeten, dan... Gaan we het proberen? We gaan het proberen. Oké. Okay. Let's go. Nee, jij gaat wel eerst. Nee, jij gaat eerst. En hoe oud kunnen de struisvogels nou worden? Struisvogels kunnen ongeveer een jaar of 60 oud worden. Wow. Zeker hier in gevangenschap, hè, waar de omstandigheden optimaal zijn. Mm-hmm. Voldoende voeding, ideale omstandigheden. En als ze dan een vrouwtje uitzoeken, blijven ze dan voor de rest van hun leven erbij? Of, nee. Struisvogels zijn niet monogaam. Je ziet hier ook dat hier twee mannetjes lopen en er 6 vrouwtjes bij zijn. Dus ze hebben het best goed. Genoeg voor het kiezen inderdaad. Precies. En ik zie altijd in filmpjes, zie je dat wel eens, dat fabeltje dat ze hun kop in het zand steken. Wat is daar nou precies van waar? Ja, dat zie je inderdaad in films en in striptekeningen. Mm-hmm. Alleen, ja, dat is natuurlijk een fabeltje, want ja, je kunt je voorstellen dat de kop niet hier in het harde zand... Maar dus ook in Afrika niet in de zand? Het is meer struisvogelpolitiek, hè. De kop in het zand steken, niet gezien willen worden. Dus ja, daar komt het eigenlijk vandaan. Oké. Okay. Ja. En ik heb ook wel eens gezien, dit heb ik wel echt gezien, dat mensen erop rijden, dat ze erop gaan zitten. Ja. Klopt dat? Nou, dat doen ze met name in Afrika, dat is een heel toeristisch oord, in Oudshoorn. Hè. Dan mag de toerist tot 70 kilo op de struisvogel en dan mag ze een ritje maken. Dan. Maar daar zijn ze eigenlijk helemaal niet voor gemaakt? Nee, wij doen dat hier niet. Dat is ook verboden in Europa bij wet. Dus nee, we gaan netjes bij de dieren om. Goed. Geen struisvogelraces hier. Nee, dat was ik ook niet van plan hoor. We hebben net de eieren van de struisvogel gezien die jullie kunnen gebruiken. Zijn er nou ook nog andere dingen die je van de struisvogel iets mee kan doen? Van die eieren, die kun je gebruiken om bakken natuurlijk. Mm-hmm. Maar je kunt van die eieren ook een heel lekker drankje maken. Dat is een advocaat. Alleen wij noemen dat geen advocaat, maar wij noemen dat struisteutje. Struisteutje, zo heet dat? Ja, struisteutje. Struis, dat zijn de dieren hier natuurlijk. En vroeger had je hier de handelsreizigers hier in de streek. Trokken van kroeg naar kroeg en proberen ze handelswaren te slijten hier in het grensgebied. Dus vandaar struisdeutje. Dat krijgen de mensen ook na de excursie, als ze terugkomen van een leuk verhaal bij de struisvogels, krijgen ze zo'n struisdeutje om te proeven. En advocaat, er zit geen alcohol in, toch? Er zit een beetje alcohol in. Een beetje alcohol? Ja, ik ken het van mijn oma, die drinkt het altijd. Ja, klopt. Maar er zit dus alcohol in? Er zit een beetje alcohol in, ja. Moeten we dan niet even eentje proberen? Nou, kunnen we daar eentje proberen. Ja, lijkt me leuk. Maar ook gelukkig hebben we het overleefd. Laten we er een struisvogelbolletje in. Ja, precies. Dan gaan we proosten. Oh. Zo, blij dat je eruit bent. Ja, heel. Ah, de welbekende struisteutjes. Exact, ja. Pak er maar eentje af, alsjeblieft. Dankjewel. Lepeltje erbij. Oh, je schept het er ook echt uit. Alsjeblieft. Dan neem ik er zelf ook lekker in. En hoe wordt dit dan gemaakt? Ja, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Oh nee? Dit is het geheime recept. Familierecept is dit. Exact. Laten we het dan maar proberen. Ja. Hoe eet ik dit? Ik moet het scheppen? Hoe een teutend deed. Kleine hapjes en dan... En? Heerlijk! Lekker hè? Een soort toetje. Ja, een soort vanille of wat? Ja, daar smaakt het inderdaad naar. Ik zat even te denken... Maar dan met alcohol. Oh ja. Hebben de struisvogels nou eigenlijk natuurlijke vijanden? Nee, niet echt. Ze staan heel hoog in de rangorde. Mm-hmm. Zelfs in het wild, als er een slang dicht bij het nest komt waar ze zitten te broeden, dan grijpt het mannetje in, dan staat hij op en dan trapt hij met zijn poten de slang gewoon dood. Doormidden? Ja. Ja, want ze hebben inderdaad, ik zag dat ze gigantisch scherpe tenen hebben. Ja. En als er nou bijvoorbeeld een leeuw, want ze komen uit Afrika toch, als er bijvoorbeeld een leeuw op afkomt? Leeuw, daar kunnen ze de vecht ook mee aangaan. En mochten ze niet kunnen winnen, dan kunnen ze dankzij hun loopvermogen nog wat. Zo, ja. Ja, want ze kunnen wel 60 km per uur na. Exact, ja. Oké, Frank, ontzettend bedankt voor alle informatie. Ik heb echt superveel geleerd. Dank voor het advocaatje op het einde. En als ik in de buurt ben, kom ik zeker nog een keer langs. Ja, vast en zeker doen. Dank voor de komst. Dank u wel. Hoi, hoi. Oké, jongens en meisjes, dank je wel voor het kijken. Ik heb superveel geleerd en ik heb echt nog nooit zo dicht bij een struisvogel gestaan. Vonden jullie het nou net zo leuk als ik? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Ik zie jullie volgende week en doei doei!